zo te kijken. En aan het einde, ze are you okay? En ik had echt zo'n traan. Ik zei, ja, ik ben gewoon een beetje emotioneel. Hey, hoi en groet bij een nieuwe Wookie Leaks. Hoi, Tjeerd. Hey man. Tjeerd is bij me aangeschoven, want we gaan echt uitgebreid praten over natuurlijk de nieuwe trailer van The Last Jedi. Yes. We hebben al een korte social video online gemikt, zo van in ieder geval 5 puntjes. Maar we gaan nu echt een beetje gewoon mijmeren. Ja. Als nerds. Mijmeren over de trailer. Krankzinnige theorieën en zo. Komen we zo op terug. Ik heb nog wel een tof nieuwtje ook nog aan te kondigen. Ik heb de grote eer om de volgende gast voor Echo Base Con, die in Utrecht wordt gehouden op de 16e december. Ik heb het al eerder over gehad. Er komt een nieuwe gast, of nog een gast bij. En dat is Paul Casey. En die speelde zowaar 2 keer. Nee, ja, eigenlijk 3 rollen in 2 Star Wars films. Ja, ik zou net zeggen, als je 3 rollen hebt gespeeld in 2 films, dan zijn het niet echt de meest memorabele rollen geweest. Nou ja, nee, er is een andere gast die speelt echt letterlijk mons. Deze gast die speelt bijvoorbeeld rebellenpiloot L.O. Asti in The Force Awakens. Adrio Two Tubes en Admiral Raddus in Rogue One Star Wars Story. Het toffe is natuurlijk wel van zo'n gast. Die man die weet van de rijlen en zeilen van Star Wars. Ja, en de set en hoe dat is. En, dus het is in ieder geval een hele coole gast. Gezegd, 16 december kost je €18,50 voor een kaartje. Als je een kind bent, €11. Een grote kans dat hier heel veel kinderen naar kijken. Ouders! Oh ja, dat is waar. Ouders! Man, we zijn op een leeftijd dat we... Kom op. Ik zou naar mezelf kijken. Heb je blij nieuws? Nee. Oh. Nee, maar er is wel een epidemie aan kinderwerpen. Is het een tweeling? Een meisje en een jongen? Meisje en een jongen, maar we moeten ze wel scheiden. Ja, nee, precies. Wie weet. Oké, tot zover in ieder geval dat toffe nieuwtje. Want de trailer, ten eerste wil ik gewoon van je weten, wat vond je ervan? Wat was jou, hoe ervaarde jij het? Nou, ik wist natuurlijk dat hij eraan kwam. Dus het eerste wat ik op mijn telefoon zag was, je kunt al kaartje bestellen. Ik dacht, holy shit, ga ik doen. En vervolgens ging ik dus de trailer kijken. En met wat goed geluid en zo erbij. En Theresa, mijn vrouw, die zat naast mij. En we zaten zo te kijken. En aan het einde, ze are you okay? Ik had echt zo'n traan. Ik zei, ja, ik ben gewoon een beetje emotioneel. Ja, maar prachtig. Ik moest echt gewoon huilen. Ja, ik dacht, heel dom, maar ja. Ik had gewoon een soort van stevige staar. Want ik keek hem first thing in the morning en dat was echt om 5:30 ochtends of zo. Tenminste, toen stond hij al een tijdje online, maar dan word ik altijd wakker for some bloody reason. Maar ik heb hem dus pas na de kop koffie keer kijken, viel die echt, zeg maar, kwam, ja, boom. Nou ja, ik vind gewoon de muziek was hier fantastisch. Er zit zoveel in. En er zit ook gewoon heel veel emotie ook. Dat je Leia langs ziet komen. Ja. Dat je denkt van holy shit, ja, het is waar ook. En gewoon zoveel dingen, weet je. Dat eindelijk zien we Luke weer terug in volle glorie met een eigen... Gaan we eigenlijk achterkomen wat er nou echt gebeurd is. En laten we er maar mee beginnen. Ja, laten we het aftrappen. Begin van de trailer hoor je natuurlijk gewoon Snoke spreken. When I found you, I saw raw, untamed power. And beyond that, something truly special. En in eerste instantie zou je zo denken dat hij refereert aan Kylo. Ja, want je ziet tegelijkertijd zie je ook cuts naar hem. En zijn lightsaber en al dat rode super beeldtaal natuurlijk. Ja. Maar daarna zie je dus Rey. Ja, het is ook niet... Het is niet het gek als hij Luke zou... zijn. Het kan... dat zou ook heel want goed kunnen. Want dat zou dus kunnen als Snoke die Emperor zou zijn. Ja, want de Emperor die had het natuurlijk sowieso met Anakin. Die herkende dan die raw untamed power in hem. Ja. And you, young Skywalker. We will watch your career with great interest. Dat is wel een ding, want Rey heeft natuurlijk in de Force Awakens een van de grootste klachten van mensen was van ja, als ze net de Force onder de knie krijgt, dan kan ze niet winnen tegen Kylo. Maar als zij zeg maar een soort van natural born killer, niet killer, Jedi is, dan heeft zij ook die raw untamed power en is voor haar makkelijker om op te pikken dan Kylo die echt daarvoor opgeleid is. Je hoort dan Rey ook in de trailer zeggen, then I was awake.
En dat vind ik ook wel interessant. Alsof het een soort van openbaring was. Je zou kunnen stellen dat zij misschien ook under the radar of een soort van geboren is in de Force. Zoals Anakin eigenlijk. Een soort van, ja. Ja, dat is een soort van Jezus, maar dan met midichlorians. Ja, ja, Jezette. Fulfill. Die is Snoke. Ja. Ik dacht eigenlijk, toen ik de eerste film zag, toen dacht ik, jezus, die gast is echt enorm. Hoe kunnen ze die in hemelsnaam zo lang verstopt weten te houden? Ja, maar ja. Nu zie je zeg maar hem echt en is hij gewoon normal size. Ja. Dus waarschijnlijk heeft hij een soort van, moet hij iets zeg maar compenseren met zijn hologram. Ja, dat klopt. Het is, het is best wel interessant. Laten we dan even verder kijken naar de rest van de trailer. Ja. Luke is bang. Ja. I've seen this raw strength only once before. Didn't scare me enough then. It does now. Ja, we gaan ervan uit dat hij naar Rey kijkt. Ja. Maar over welke untamed power heeft hij het? Heeft hij het over Kylo, omdat hij hem gedwarsboomd heeft? Of he turned against him? Ja. En die failed en daarom dat hij een kluisenaar is geworden. Nou, wat ik dus denk, heeft Jedi Temple heeft hij weer in glorie hersteld, mm-hmm. Maar. Heeft Kylo Ren heeft hij daar getraind. Vervolgens is hij full-on Darth Vader gegaan. Ja. Heeft hij iedereen die daar trainde, heeft hij allemaal met de grond gelijk gemaakt. Inclusief de tempel. Ja, met de Knights of Ren. Dat is misschien een later shot. Ik vermoed dus wel dat we een flashback gaan zien naar wat Luke heeft meegemaakt. Ja, we hebben natuurlijk in ieder geval zit er een shot in dat heel erg sterk lijkt op de flash-forward die Rey had op het moment dat ze die lightsaber in de handen kreeg in The Force Awakens. Dat zou al gewoon de Knights of Ren kunnen zijn, want je ziet wel duidelijk die rode lightsaber. Luke ligt op de grond, ogenschijnlijk, qua edit. Ja, die zit een beetje in zo'n hoekje in de regen en dat soort shit. Die kans is heel groot dat we dus dat zien. Dus uiteindelijk, Luke zou ik dus kunnen refereren van hij heeft, Kylo Ren had raw untamed power. That didn't scare him before, maar hij heeft hem dus wel getraind. Vervolgens heeft hij de boel helemaal met de grond gelijk gemaakt. Dat had hem eigenlijk dus bang moeten maken. Nu heeft Rey eigenlijk hetzelfde. En nu maakt het hem wel bang. Dus dat is mijn theorie. Dus, ja. Ligt redelijk voor de hand eigenlijk. Ja, the past must die, zegt Kylo Ren. Hij zit in die TIE silencer van hem. Je hoort hem dat zeggen. En awesome wordt ding overigens. Heel awesome ding, die wil ik. In Lego. Ik heb nu Star Destroyer af. Het wordt echt zo geëdit dat hij echt lijkt te zin spelen op het killen van zijn vader. En uiteindelijk ook het killen van zijn moeder. En zal dat de manier zijn waarop ze Carrie Fisher haar storyline laten verlopen? In plaats van vergetelheid of ik ga even boodschappen halen, oh shit, heb ik het derde deel gemist. Ja, ik weet het niet. Dit is iets waarvan ik denk, van ja, het lijkt me iets te voor de hand liggend als je die trailer bekijkt dat het daadwerkelijk zo is. Want ik heb wel echt het gevoel alsof ze heel erg veel met zand aan het strooien dat zijn. Dat idee had ik dus ook al. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, ik vind het een hele toffe trailer, maar deze is echt gewoon zo ontzettend ontworpen. Om je continu op het verkeerde been te zetten. Dat maakt het ook alweer geschikt om spoilers te ontwijken, zeg maar. Ja. Ja. En juist andere nep-spoilers te creëren, zodat je juist weer wordt verrast, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik een goede zaak. Ik ben een beetje bang dat Finn gaat ondersneeuwen, man. Ik denk dat Finn best wel een grote rol gaat spelen. Want ten eerste loopt hij rond in een First Order uniform. So what the hell is going on? Bij de eerste trailer dachten we dat Finn een undercover rebel zou zijn. Maar dat bleek gewoon echt een overgelopen stormtrooper. Nu zou je kunnen denken dat hij ofwel weer undercover gaat. Of net doet alsof hij toch wel super cool fan is van First Order. En dat Phasma daar misschien achter komt. I don't know. Weet je wat ik jammer vind? Ik wil gewoon die cynische robot weer terug. Absoluut. K2SO, man. Doesn't sound so bad to me. Krijgen we natuurlijk gewoon Snoke echt in vol ornaat te zien. Hij is duidelijk aan het martelen. Rey zweeft in pijn. Je ziet er gewoon dat hij haar in ieder geval optilt of misschien zelfs naar haar toe haalt. En dan zegt hij, to fulfill your destiny. En dat zegt de Emperor. Ja, dat is letterlijk de woorden van de Emperor. You're fulfilling your destiny. Ik hoop echt dat het niet een soort van, dat daar de boel eindigt. Want het is natuurlijk ook gewoon, het is deel ertussen. Dus net als bij Empire Strikes Back kan het heel goed zijn dat ze echt zoiets hebben van ellende, we gaan afsluiten met ellende. Wat prima kan als het gewoon goed is, maar Dat zij ook een hand kwijtraakt. De hele of gewoon een voet, weet je. Gewoon even voor de sake of diversity. Ja.
Weet je? Ja, ik vind dat mensen, voetmensen moeten ook gewoon een dingetje krijgen. Ja, dat ze een robotvoet krijgen. Ja. Ja, awesome. Eén ding. Het schijnt dus dat Snoke force power op kan zuigen. Oh. Dat heb ik ook weer geschreven. Oh, oké. Dus het zou kunnen dat hij Kylo Ren helemaal leegzuigt. Ja. Gebruikt eigenlijk. Ja. Snoke is using you for your power. En dan daarna die midichlorian zo uit de ree wil slepen. I need someone to show me my place in all this. Tot zover onze madness, ons gerant, onze rare krankzinnige theorieën. Rambling man. Heerlijk, heerlijk. Wat het tof is namelijk ook, laat zeker even in de comments weten welke dingen waar jullie of A mee eens zijn of juist helemaal niet. Of wat je zelf denkt over bepaalde zaken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, want dan ga ik ze doorspitten en dat vind ik leuk. Je krijgt dan wel zo van, zit wat in. Dus, zoals gebruikelijk sluiten we af met een toffe Star Wars gag. En dit zijn een aantal deleted scenes van Kylo Ren in The Force Awakens. I've been meaning to ask you something. What kind of product do you use in your hair? Is that a gel or a cream? I won't have you question my methods. No, no. You misunderstand me. Your hair, it's smooth yet hard, like a shell.